het is een verzameling persoonlijke verhalen. Met natuurlijk, hoe kom je elkaar tegen, die drempels vooraf. En misschien ook dingen die in ademhaal spelen. Maar er zit dus niks beleidsmatig in. Het zijn echt persoonlijke verhalen. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. En als je met andere ogen naar kijkt, dan kun je nog veel meer zien dan wat erin staat. Ik sta hier nu, maar laten we het gewoon samen doen. Namens Africa Live vind ik het leuk om jouw eerste exemplaar uit te reiken. Alsjeblieft. Het ziet er in ieder geval wel prachtig uit. Kijk eens, wat mooi. Mag ik een applaus voor? Een applaus, jongens. Als je weet het, hè? Het gaat niet alleen om de inhoud, het gaat ook om de vorm. De vorm is goed. Ja, maar blijf vooral staan. En wat is je eerste indruk? Want je mag dit straks... Eerst lezen. Best ja, het gaat ook om de plaatjes. Nee, het ziet er echt heel mooi uit. Ik hoop dat jullie ze ook gewoon echt kunnen verkopen, zodat je uit de kosten bent. En misschien kun je de bibliotheek daarvoor interesseren. Oké, het is nog goed dat Pierre commercieel meedenkt. Ja. Het was niet onze bedoeling om te gaan verkopen, maar ja, we staan altijd open voor goede suggesties vanuit het onderwijs. Dat is altijd goed. Maar ja, laat ik een andere tip geven. Ja. Misschien is dat wel leuk, dat TV Westers. Dat is goed nieuws. Dan misschien een van de gestellen, een van de echtparen, een van de mensen in beeld wil brengen. Dat is zeker goed. Die zijn er al op zoek, dus dan krijgt het nog meer waarde. Precies. In ieder geval gefeliciteerd hiermee. Het is helemaal leuk. Applaus. Als het goed is, heeft iedereen al een boekwerkje nu. Met een ander, misschien uit liefde, althans zo ging het vroeger, zou Pierre Heijden zeggen. Vanuit liefde trouwen met elkaar, maar er zit ook iets anders achter. Je trouwt met een ander om het ook maatschappelijk beter te hebben. En in de beeldvorming hoor je heel vaak dat als je als Nederlandse vrouw, of meestal als Afrikaanse man, uit Nigeria of uit Congo of Senegal hier naartoe komt en je trouwt een Nederlandse vrouw, dan doe je dat om daar financieel of maatschappelijk of economisch daar beter van te worden. Dat is niet alleen een beeldvorming, maar je merkt ook in gesprekken dat het speelt. Ik wens iedereen een gelukkig leven. En met elkaar. Blijf nog even zitten, want er komt nog een ronde hapjes langs. Oh.